What's up? What's up? Alles goed, alles goed. Ja, zeker. En je bent naar de X-Games geweest, vertel eens. Ja, was te gek. Ik werd uitgenodigd door de organisatie van de X-Games in combinatie met Adaptive Action Sports. En Adaptive Action Sports is een stichting die mensen met een handicap eigenlijk stimuleert om juist weer te gaan snowboarden, skateboarden, wakeboarden, juist dat soort sporten te gaan doen. Omdat er op dat vlak gewoon nog heel weinig is op dit moment. En daar werd ik uitgenodigd om voorrunner te zijn tijdens de finale halfpipe dames. Ja. Dat was te gek. Ja. En dan stond je daar boven aan die halfpipe en toen... Ja, man. Daar stond ik echt tussen de grote helden en de grote namen. Dus ik stond naast Shaun White en Kelly Clark en Trisha Burns en Tora Bright. En ja, het was waanzinnig. Ja. Het was echt waanzinnig. Om eerlijk te zijn had ik de laatste jaren niet zo heel veel halfpipe meer gereden. Dus ik had wel een beetje iets van samengeknepen wieltjes en gaan. En dat was echt, was te gek. Ze vlogen links en rechts om mijn oren. En daar stond ik ook tussen. Dat was waanzinnig om gewoon eventjes gewoon wat aandacht te vestigen op het aangepast snowboarden. Ja. Het snowboarden voor mensen met een beperking. Ja. Om te laten zien dat het gewoon nog heel goed mogelijk is. Ja, want je mist zelf een been. Ja, dat klopt. In 2001 moest mijn been geamputeerd worden door het feit dat ik kanker had in mijn rechteronderbeen. Ik stond wel 4 maanden later weer samen met Patrick van der Graaf, jou wel bekend. Het gaat niet zo hoog, je moet hoger. Weer op mijn snowboardje en 7 maanden later stond ik weer op het NK. Dat was leuk. Ja, wat heb je toegevoegd? Ja, dat klopt. Beetje gênant, maar wel heel leuk. Ja, dat geeft wel aan wat voor sporter je bent. Ja, maar ik vind het gewoon leuk en het is een uitdaging. En snowboarden bleef nog steeds een uitdaging, was mijn passie op dat moment en nog steeds. En dat wilde ik absoluut niet opgeven. En ik had al een keer een jongen zien snowboarden die mee miste. Dus toen dacht ik, ja, wat kan ik ook. Ja, precies. Is er heel veel verschil tussen snowboarden met 2 benen en dan een been eraf? Nou, ik vind het wel meevallen. Het is allemaal wat stijver, daar moet je een beetje op anticiperen. Maar eigenlijk valt het reuze mee. Ik bedoel, ja, ik was al handig op een board en dat ben ik nog steeds. En ik heb gelukkig heel veel evenwichtsgevoel. En dat komt heel goed uit, nu ik ermee mis natuurlijk. Ja. Maar ik kom eigenlijk goed weg. Ja, precies. Hey, zullen we naar wat footage kijken van je? Ja, is goed. Wat muziek gaat eronder? Relaxed. Een beetje hip-hop of zo. Ja? Ja. Okay. Nou, ik ga op zoek naar wat hip-hop op een of ander netwerk. Up on the MICOPHUNIAC grip. If you can spell, that's microphone, and if you can, you're equipped. I get so quick and I'm painful like a domination who whips. I'll serve you nicely, expect to get a generous tip. You got some smoke up in your retina, laser ray in your eyes. See it in Halloween, but I suggest to wear a disguise. Cause the snagger could be looking UGLY. And your bulbous head is of the most incredible size. Life is too long, wouldn't you agree? When you listen to the radio and MTV, cause new kids on the block had a bunch of hits, but I don't give a shit. Astronomical, kamikazical, never get philosophical or stressical. Out of your head, follicles falling like a spalling ball, bouncing up against a brick wall, stripping down like drinks, serve you up like ricks. Punk rockers, now have your tunes already been done to the pop stars? Now have your chords already been strung? Hip hoppers, are you self-proclaiming champion? De La Vega, let's create some unique innovation. Much like Khalil Gibran, I write and recite songs. Feed me grapes, fan me down with the leaves of palms. Cause it's on, DJ don't stand for Don Juan. Got game like LeBron, I'm smooth like James Bond. What you gonna do when you gonna see what the kiss? All the innovative power that comes out of your lips. Just reach down inside, be more polite, make you feel better. Just as if you're giving a gift.
Zijn er nog events waar je binnenkort naartoe gaat? Toevallig ga ik volgende week naar Canada, waar de allereerste World Cup snowboarden voor mensen met een handicap gehouden wordt. En dat is eigenlijk op dezelfde site als de Olympische Spelen in 2010. Dus dat wordt heel erg leuk om daar gewoon eens aan mee te doen en kijken hoe het niveau ligt wereldwijd gezien. En we willen zoveel mogelijk awareness creëren voor de adaptive snowboarden. En ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. Wat is de kans dat de snowboard dan naar de Paralympics komt? 2010 komt nog een beetje aan de vroege kant. Ik hoop dat we daar een demonstratiesport zullen zijn. Of in ieder geval aandacht kunnen creëren voor het eigen snowboarden. Maar ik hoop toch wel dat we in 2014 echt op de kaart zullen staan. Waar kunnen we wat meer informatie over dat snowboarden dan vinden? Voor het aangepast snowboarden bedoel je? Ja? Ik ben bezig met een eigen website en dat is gewoon www.bibiomental.com. En in Amerika heb je een website en dat heet adaptiveactionsports.com. En daar kan je heel veel vinden eigenlijk over de evenementen die er wereldwijd gehouden worden. En uiteraard op de website van de WSF, de WSF. Daar zijn we ook bezig met een forum om dat gewoon verder te ontwikkelen. Oké. Ik zet een link in de show notes. Oké. Dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast? Ga naar www.isnowboard.eu. Vraag of opmerkingen natuurlijk weer naar whatshot@isnowboard.eu. Dankjewel. Play the Streets hebben we ook gehad en dat was met skiën weliswaar, maar dat is een beetje hetzelfde soort, maar in de stad ook wel. Ja, ik heb de footage daarvan gezien, het was wel heel vet. Vet hè, om te zien. Oh, lief. Ja, maar ze hebben dat in de zomer dus gedaan met BMX. BMX. En dat was ook heel dik. Ja. Wat een hart hebben die mannen, echt. Ja. Holy fuck. Ja, dat is echt zo van, normaal loop je door een stad en dan denk je wel eens van, zou het niet vet wezen om hier dit en dat. En daar zie je het gewoon gebeuren. Ja, cool hè. Ja. Gaan we het ooit in Nederland zien, denk je? Als het heel hard gaat vriezen en wij heel veel sneeuw krijgen wel. Ja. Ja. Nee, het zit heel laag aan de koelkast hier.